Ja, en zoals jullie hebben kunnen zien op mijn kanaal heb ik een paar dagen niet geüpload. En ja, deze titel van de video verraadt natuurlijk alles. Mijn moeder ligt op dit moment in het ziekenhuis. Ze heeft een dubbele longontsteking. En aan voor mij, haar linkerkant heeft ze nog wat erger dan aan de rechterkant. En ja, heeft extra zuurstof. En daarnaast natuurlijk ook antibiotica voor die longontsteking. En ja, het was best wel heftig, zou ik het zo zeggen. Want ja, we gingen gewoon naar de dokter. Afgelopen maandag. Tenminste, mijn vader ging met mijn moeder mee. Omdat ze een beetje het idee had dat ze niet echt serieus genomen werd. En ze werd uiteindelijk doorgestuurd naar het ziekenhuis. Nou, ik ben toen meegegaan. En ja, ze werd eigenlijk meteen opgenomen. Tenminste, ja, wij zaten, mijn vader en ik zaten te wachten in de wachtkamer 2 uurtjes. En toen moesten we komen en toen hoorden we in ieder geval dat ze opgenomen werd meteen. En dat is best wel heftig, moet ik eerlijk zeggen. Want ja, dat verwacht ik natuurlijk helemaal niet. Al moet ik eerlijk zijn dat ze de afgelopen weken, ja, was ze wat grieperig. Een beetje ziek. Tenminste, ziek grieperig. En koortsig, zou ik zo zeggen. Ze was wat chagrijnig, snel moe. En in eerste instantie had ze ook een blaasontsteking, kreeg ze ook antibiotica voor. En ja. Dat ging maar niet weg, zeg maar. En ja, uiteindelijk blijkt het dus gewoon een ja, longontsteking te zijn, een dubbele longontsteking. En ja, dat is best wel apart. En ja, kijk, een longontsteking doen, nou ja, in principe zou je eventueel aan dood kunnen gaan. Dat klinkt allemaal wat heftiger misschien dan het is. Maar ze heeft het al een keer eerder gehad. En toen is ze al bijna een keertje ja, overleden eraan. Dus. Ja, was zeg maar alle alarmbellen gingen af en ja, misschien persoonlijk natuurlijk ga je de meest enge dingen denken die op dat moment allemaal naar boven komen. Het hoeft allemaal niet zo te zijn, maar ja, het is in ieder geval niet fijn natuurlijk. En ja, mijn vader was ook natuurlijk ja, niet blij onder. Het lijkt me logisch natuurlijk. En ja, het was gewoon behoorlijk heftig, zou ik het zo zeggen. Ja, en nou, ze is afgelopen maandag opgenomen. En ja, als het goed is, komt ze vrijdag weer naar huis. Behalve als de doktoren dat anders zeggen. Maar ze voelt zich in ieder geval wel wat beter. Dus dat is in ieder geval een goed teken natuurlijk. Ja, het zijn gewoon dingen die privé gedaan moeten worden natuurlijk. Die in dit geval voor YouTube gaan natuurlijk. En ja, dus onder andere hondjes. Mijn ouders hebben 12 hondjes. Die moeten dus onderhouden worden, lijkt me logisch. Hè? Die moeten eten en die moeten af en toe uitgelaten worden. En daar help ik een beetje mee, mijn vader. Want mijn vader kan dat niet alleen. Want ja, die heeft ook natuurlijk een heel huishouden erbij. En 12 hondjes, ja, geeft natuurlijk eenmaal wat extra werk, zou ik het zo zeggen. Dus ja, het was allemaal een behoorlijk pittig weekje. En ik dacht bij mezelf, nou, ik wil in ieder geval deze video over maken. Dat ik eventjes uitleg van hey, wat er aan de hand is. En ik had er ook al over getweet. En dat ik gewoon een beetje weinig tijd heb om video's te maken. In ieder geval deze week. En ja, dat was het eigenlijk wel. En ik weet er anders ook niets aan toe te voegen. Het is allemaal gewoon even afwachten. Mocht nog wat veranderen wat ik denk moet vertellen. Dan zal ik het ongetwijfeld doen. We gaan gewoon verder. Dat is niet anders. Leven gaat door, hè? En nou, in ieder geval voelt ze zich wat beter. Dat doet me in ieder geval goed. Ja, het is misschien stom om te zeggen, maar ja, je hebt gewoon niet echt de motivatie, zeg maar, ook om een video te maken. En je gaat toch over nadenken. En je gaat toch allerlei rare dingen, wat ik al zei, voor je halen. En ja, we moeten gewoon even afwachten. Dus nou, in ieder geval dankjewel voor deze video te bekijken. En ik ga vanavond wel streamen trouwens. Ik ga wel wat later streamen trouwens. Want ik heb bezoek. Ik kan bezoeken tussen 4 en 8. Best wel vervelende tijden. En ze ligt overigens in Sneek in het ziekenhuis. Dus het is ook nog een half uurtje rijden. Dus je ziet me in ieder geval wel verschijnen. En nou ja, nogmaals bedankt.